Waarom zou ik voor jou moeten liegen? Dit is een mooie plantagekaart van Bakkie. Of van Suriname bedoel ik. En hij is omgekeerd natuurlijk. Dit is het noorden. En we zijn hier op plantage Rijnsdorp. En net zijn we gevaren van plantage Rijnsdorp, de Warappa-kreek in, naar het Warappa-kanaal. Tot de oceaan. En als je goed dichtbij kijkt, dan zie je hier staan post. Oh ja. Dat is een legerpost. Dus die stoomvoeters die we zagen in de modder, die was werkelijk dus hier. En die naam van die plantage is dus ook van Frederici, van gouverneur Frederici aan het strand. Ja. Maar we zijn nu hier, en jullie zijn gisteren gevaren van Alkmaar tot Bakkie. En nu zie je alleen maar Parwa Mangrovenbos, toch? Maar dit is het Matabika kanaal. Maar het Matabika strand is hier. Oh. Eigenlijk heet het Matabika strand, heeft de naam gekregen toen het hier was. Toen is iedereen het Matabika strand gaan noemen. Maar het is steeds een stukje gaan verschuiven. En ze noemen het nog steeds Matabika strand, terwijl het Matabika kanaal hier is. Dus dit is een dubbele sluisdeur. Als je hier zit, zie je nog twee inhammen. Er komen twee deuren in, zeg maar. En als je hier voor je kijkt, dan zie je al die bomen, toch? En dit was een kanaal, dus de sluisinham. En zeg maar, de kreek, de Warappa-kreek waar we nu gevaren hebben, was ook in deze conditie nog toen wij het aantroffen, 2007. Ja. Hi, we zijn nu op plantage Barbados. Dat is eigenlijk op de hoek van de Warappa-kreek naar het Warappa-kanaal. En het kanaal is eigenlijk door slaven gegraven vanaf hier tot de oceaan. Hi, we zijn nu op plantage Limeshoop-Benshoop. En dit was een suikerfabriek, een suikerplantage. Ja. Maar dit is dus echt een fabriek uit de slavernijtijd, hè? De meeste plantages in de stad, dat is natuurlijk van de contractarbeiders nog, maar dit is echt de slavernijtijd. Toen slavernij werd afgeschaft, was deze fabriek al verlaten. Dus die is nooit gebruikt door de contractarbeiders. Goed, dus zometeen dan kan je die dadelpalm zien. Hier precies.
Zie je die palm? Een dadelpalm uit Senegal. Die hebben slaven meegenomen. Oké. Dus vanaf hier kan je nog kilometers cactushagen zien. En het was eigenlijk als omheining, als hekwerk werd het gebruikt. Giftige cactussen. Zwaar giftig, dus pas op met die cactussen. We zijn op Bakkie en Bakkie was vroeger een koffieplantage. En na zo lange tijd wordt het hier weer opnieuw koffie verbouwd. En we hebben de eerste plant daar net in de grond gedaan. Ja, yay! En we mogen het de PC koffieplant noemen, toch? Ja. Zwart op wit. Dus als je hier naar Bakkie komt, vraag naar die Paramaribo College koffieplant, oké? Eerst de koekjes voor haar, dan kan je papa gaan vertellen van Oom Amrit. Oh, oké. Okay. We zijn al zeg maar 35 jaar bevriend. Oh. Toch? We doen alles hier natuurlijk. Hè? Voor het nieuwe schooljaar. De Paramaribo College schoolagenda. Boordevol tips, leuke weetjes over de cast en achtergrondinformatie over de leukste tv-serie van Suriname. De Paramaribo College schoolagenda. Wees er snel bij, want de oplage is beperkt. Kijk op Facebook voor de verkoopadressen. Build it, fix it, think cool, deep sing. Build it. The Cool Deep Sing Chain. De kracht van de kwaliteit. En ze beginnen te gillen. Dag Eileen! En ze gooien me onder poeder. Dag! En één is manager, één is een bodyguard. Kijk, met de mooiste. Dag! Productie.